Wat is een EGZ-procedure eigenlijk? Wat moet je ervoor doen? En wat kan het je opleveren? Voor een werknemer of voor een werkgever? En wie zijn erbij betrokken? Want je leert niet alleen op school of op je werk. Maar ook in je vrije tijd, door hobby's, cursussen of andere bezigheden. Een EVC-procedure brengt je kennis en vaardigheden in kaart en zet ze af tegen opleidings- of beroepscompetenties. Het doel van EVC kan zijn een EVC-procedure bevat de volgende onderdelen. Is een EVC-procedure zinvol en mogelijk? Intake EVC-procedure met EVC-begeleider. Kennis en ervaring verzamelen. Zijn er aanvullende kennistoetsen nodig? Portfolio indienen. Controle door onafhankelijke beoordelaar. Portfoliogesprek. Kwaliteiten vastleggen in ervaringscertificaat. Eventueel certificaat verzilveren. Kortom, de stappen in de EVC-procedure. Met je ervaringscertificaat weet je wat je kennis en vaardigheden waard zijn en kun je eventuele vervolgstappen maken. Heb je nog vragen? Bellen of mailen mag natuurlijk altijd. Veel succes en plezier met je ontwikkeling!